Dat achter cybercrimezaken soms heel groot leed schuilt, blijkt uit dit voorbeeld. Deze man staat te pinnen met een gestolen pas. Dat had u waarschijnlijk al gedacht. Een buit gemaakt door spoofing, dat misschien ook. Maar dat de totale buit 150.000 euro was, dat waarschijnlijk niet. In dit geval is het slachtoffer 77 jaar. Hij kreeg een sms binnen, zogenaamd van de bank, waarin hij werd bang gemaakt dat er iets met zijn rekening was. Het draaide erop uit dat hij werd overtuigd alle pinpassen en codes af te geven aan iemand die de bankpassen op kwam halen. Daarna werden er maar liefst 57 keer verschillende bedragen overgemaakt naar Spaanse en Nederlandse rekeningnummers. En er werd ook nog eens 5000 euro gepind. Datzelfde overkwam een 66-jarige vrouw, die ook na een valse sms bankpassen, e-readers en een iPad afgaf. Wie is deze man? Misschien dat hij het onderzoeksteam dichter bij de criminele organisatie kan brengen die hierachter zit. Tippen kan via de nummers in beeld. Bedankt voor het meedenken. Zo zorg ook jij ervoor dat we elk jaar bijna de helft van alle zaken in Bureau Brabant oplossen. Nou, check ook deze of deze.